tourcaravan rijdt vandaag van Saint-Étienne naar Clermont-Ferrand, finish op de Puy de Dôme. Goedemiddag, welkom bij Studio Sport. Het is vrijdag 25 juli en dat betekent dat de Tour vandaag precies 3 weken onderweg is. U weet dat Bernard Hinault gisteren voor de Franse televisie heeft gezegd: de Tour is gedaan. Wie na de tijdrit in het geel staat, brengt die gele trui ook naar Parijs. En dat was Greg LeMond. En daarbij kwam natuurlijk dat LeMond door zijn val en zijn materiaalpech in die tijdrit van gisteren weinig achterop is geraakt bij Bernard Hinault. En als hij die pech niet had gehad, had hij waarschijnlijk die tijdrit gewonnen. Alle eer dus van Hinault voor LeMond, die zondag in het geel in Parijs zal staan. Dat neemt niet weg dat iedere coureur, denk ik, het leuk zal vinden om winst in de rit naar de Puy de Dôme bij te kunnen schrijven op zijn palmarès. En dus zal er heus nog wel gekoerst worden in de loop van de middag. Dat zo is, blijkt uit het feit dat we eerder bij u komen dan gepland stond. Wij gaan snel naar Frankrijk om het nieuws uit de koers te horen. Hier is Jean Nelissen. Goedemiddag. 6 koplopers op weg naar de Puy de Dôme, het laatste grote obstakel in deze 73ste Tour de France. Nog zo'n 25 kilometer te rijden. Ik geef u snel de namen: Guido van Kalster, Erik Mechler, Charlie Mottet, Maarten Early, Hendrik de Vos en Ludo Peters rijden met een voorsprong van 3 minuten en 50 seconden op het peloton in deze laatste bergetappe met 7 kools, 64 kilometer klimmen en tenslotte de 5 kilometer lange Puy de Dôme die zeer sterk is, die zeer sterk omhoog loopt. We zien hier dat er Alain Bondu in zijn eentje tegen de kool omhoog gaat. Dat is de voorlaatste kool, dus de Côte de Narayet. Op zo'n 21,5 kilometer van de finish. En hier de 6 koplopers. Bondu was ontsnapt, is gepasseerd door deze 6. Kon niet aanpikken en hij is dus in achtervolging. Dit is Hendrik de Vos van de ploeg van de Kimpen. Charlie Mottet zag u. Hier rijdt Ludo Peters in derde positie. De man van de ploeg van Jan Raas. Raas die zo graag een tweede ritzege zou behalen voor zijn ploeg voordat zondag Parijs bereikt wordt. En we krijgen meteen het bericht van Mart uit de koers dat Robert Miller, de kopman van Peter Post, de strijd heeft gestaakt. Winnen, die is ook op achterstand, die is gelost uit het peloton. Het gaat dus niet zo goed met de kopmannen van de ploeg Post. Miller was al eerder geciteerd op 5 minuten en 30 seconden. Hij had in de beklimmingen het tempo niet kunnen volgen. We weten het, hij is leeggereden, heeft zich geforceerd vanaf de tijdrit in hand. En zo is er een einde gekomen aan het koersen hier in de Tour van de man die men zelfs winstkansen had toegedicht. We zien Van Kalster, Mechler, Mottet, Early, De Vos en Peters, die natuurlijk met voorsprong zeer waarschijnlijk de voet van de Puy de Dôme zullen bereiken. En dan hebben ze al heel wat klimkilometers achter de rug, zo'n 60 in totaal. En dan nog moeten ze omhoog van 840 meter naar de top van de Puy, zijnde 1415 meter. Ludo Peters, die geen echte klimmer is, al werd hij al een keer 8e in de Tour de France. Mechler, de Zwitser in Italiaanse dienst. De mannen zijn allemaal bescheiden geclasseerd in het individueel algemeen klassement, behalve Charlie Mottet, dat is de enige die binnen een uur van Greg LeMond staat. Zodat LeMond en Hinault zich weinig zorgen maken over deze vlucht. Early aan de leiding. Ludo Peters heeft al een etappe gewonnen. Dat was op 10 juli, de 7e etappe tussen Cherbourg en Saint-Hilaire-du-Harcouët. We
laatste voorsprong die wij doorkregen was ongeveer 4 minuten. We weten niet op dit moment wat het peloton daarachter doet. Ino is actief geweest vanwege zijn bergtrui in de eerste hellingen. We zijn hier op de grond weer met de kopgroep van 6. In de tussensprint is ook niets noemenswaardig gebeurd. Het waren bescheiden namen in deze Tour die daar als eerste doorkwamen. Op de 6 calls van vandaag die al verreden zijn, die al gepasseerd zijn, kwam Ino 3 keer als eerste boven. En dat deed hij om zijn eerste plaats in het bergklassement te verdedigen ten opzichte van bijvoorbeeld Herrera. Oud-president van Frankrijk, Valéry Giscard d'Estaing, die hier in de omgeving woont, in een prachtig kasteel, die is in de koers. Hij volgt in de auto van Félix Lévitant en we zullen zijn hoofd waarschijnlijk zo aanstond wel een keer zien. Giscard d'Estaing, die in 1975 ook aanwezig was in Parijs om de eerste Fransman die Eddy Merckx gevloerd had de hand te drukken op de Champs-Élysées. Daar is hij. Giscard d'Estaing, even overgestapt uit de auto van Lévitant op een motor zonder helm. Niemand mag dat, maar als je ex-president bent, dan wordt er kennelijk voor jou een uitzondering gemaakt. Kijk, als u daar in de verte kijkt, dan ziet u die donkere helling. Dat is de vierde doom waar we naartoe gaan. We zijn met 134 gestart. Gisteren nam de Italiaan Cassani niet deel aan de tijdrit. En hier hebben we Martin Ramirez die in zijn eentje uit het peloton is gevlucht. En rijdt, zoals we begrepen hebben, een minuut voor dat peloton. En hij probeert aansluiting te krijgen bij de 6 leiders. Nog maar 1 ploeg zonder uitvallers, dat is de ploeg van Le Mans en Ino. En u begrijpt ook waarom, daar wordt veel geld verdiend. En de heren die zullen hun best doen om Parijs te halen, want dan deel je vol in de winst. En die winst zal voor de ploeg van Kuchli, van Le Mans en Ino gigantisch groot zijn. Want ze bezetten in bijna alle klassementen topposities. De 6 op weg naar de Wiedendoom, waar hele grote namen in de geschiedenis van de Tour gewonnen hebben. We hebben hem al 11 keer beklommen, de Wiedendoom. In 52 hadden we, terwijl u kijkt naar Guido van Kanter, de Belg, in 52 hadden we dat fantastische duel tussen Fausto Coppi, die in de laatste 70 meter Jan Nolte uit Geleen inliep en passeerde. Nolte die niet op de hoogte was van het feit dat de Campionissimo uit Italië in de achtervolging was en zo dicht achter hem zat. In 59 kwam Federico Bahamontes, de adelaar van Toledo, als eerste boven. In 64 was het zijn landgenoot Julio Jiménez en beleefden we dat fantastische duel tussen Poulidor en Anquetil om de eindzege in de Tour. Dat scheelde in Parijs toen tussen die twee Franse vedetten 55 seconden. Hier is Charlie Motin. In 67 bereikte Gimon die als eerste de top. In 69 een kleine dissonant. De voorlaatste in het algemeen klassement, Pierre Matignon, die haalde een fantastische truc uit. Hij was elke dag op zeg maar 3/4 uur binnengekomen. En wat deed hij? Hij had zich gespaard. Hij liet zich met opzet lossen. En op de dag van de Puy-de-Dôme demareerde hij. Iedereen dacht, ach, die gek die krijgen we wel. Maar nee, Pierre Matignon hield een geringe voorsprong over op de grote Merckx. Early, in beeld. In 71 en 73 vierde hier de Spanjaard Louis Ocaña triomfe. In 75 was het de kleine Belg Lucien van Impe, die hier
kwam zegen vieren. En op 500 meter van de top kreeg toen Eddy Merckx van een toeschouwer een slag op de lever. En dan braken er mooie dagen op de Kwi aan voor Nederland. In 76 en in 78 won Joop Zoetemelk hier de etappe. Ten slotte in 83, 3 jaar geleden, won de Spanjaard Angel Arroyo de tijdrit van 15,6 kilometer. Dat is de geschiedenis zo'n beetje van de Kwi de Dome. Grote namen. Prachtige gevechten hebben we in het verleden gezien. En misschien wordt het vandaag weer zo als de groten uit de Tour bij de voet van de Puy in actie komen. Voorlopig kijken we naar 6 mindere goden, als ik dat zo een beetje mag uitdrukken, zonder denigrerend te willen zijn. We kijken naar Van Kalster, Mechler, Monté, Early, De Vos en Ludo Peters. Daarachter rijdt, dat hebben we even kunnen zien, de Colombiaan Martin Ramirez, een eenzame achtervolger. Miller dus uit de koers. Zo kort voor Parijs. Hij klaagde op Altuvet, waar hij een bittere nederlaag leed. Hij werd in de bergtrui op 20 minuten achterstand gereden en moest toen veel vernederingen van het publiek ondergaan. Hij klaagde op Altuvet dat hij niet meer kon slapen. Hij kon niet meer herstellen. Hij was leeg, hij was ziek, keelpijn, koorts. En dan houdt het op in een keiharde, niets ontziende competitie zoals deze Tour dag na dag is. Voor de rest is er weinig bijzonders gebeurd. Hier is het peloton met Greg LeMond in het midden en de bergkoning en nummer 2 in het klassement, Hino, die wat complimentjes uitdeelt. Voor de rest is er weinig bijzonders gebeurd. Wij koersen op het laagste gemiddelde dat de organisatie voorzien had, op zo'n 30 kilometer gemiddeld. En dat betekent, dat heb ik even voor u uitgerekend, dat de laatste, de gelosten, ongeveer 38 minuten mogen verliezen op de winnaar van de etappe. Dat is dus heel wat. Links Criquelion. Naast hem Bernard. De gele trui. Hino. Was gisteren nog behoorlijk paniek tussen Le Mans en zijn ploegmakkers. U kent inmiddels uit de media en van onze reportage van gisteren de feiten. Na 37 kilometer slipte Le Mans in een bocht, waarschijnlijk in een plas olie, onderuit. Hij kreeg een andere fiets, maar daar bleken de remmen niet van te werken. 3 kilometer verder moest hij opnieuw van fiets verwisselen. Hij kwam tenslotte 25 seconden tekort op Hino. Maar kennelijk is hij vandaag wat meer op zijn gemak. Anders ga je niet met de handen los van het stuur in je gele trui rijden. Hij is een bril aan het schoonmaken. Hier de wat verbrokkelde kopgroep op dit moment. En na afloop van die etappe kwam het tot tumultueuze verklaringen door de familie Le Mans. Katie, de echtgenote van Greg, beschuldigde voor de camera's van CBS, het Amerikaanse televisiestation, de Franse La Vie Claire ploeg, waartoe Hino behoort, ervan sabotagedaden te verrichten ten opzichte van Le Mans. En moeder Le Mans, helemaal uit Amerika overgekomen, riep tegen sponsor Tapie: als u zich niet houdt aan de afspraak die gemaakt is dat Greg de Tour mag winnen, zal ik maandag op uw bureau verschijnen in Parijs en een klacht indienen. Later zijn de zo'n moederen weer enigszins gesust. Maar
de sfeer van onzekerheid blijft rond de Amerikaan in de gele trui heersen. Hij weet, hij voelt dat echt niet iedereen het met hem eens is. Het demarrage, de vos gaat weg. En daar, helemaal op de achtergrond, zag u op dat topje die mast op de tweede dom. Hendrik de Vos, tweede in het nationaal kampioenschap van België dit jaar. Hij wordt door Ludo Peters achtervolgd. Daar komt ook Van Kalster, drie Belgen, die elkaar natuurlijk niet de ritzegen gunnen. Kijk, zien u die witte mast? Daar moeten we naartoe. Dat is de Puy, 1415 meter hoog, waar zich een enorme mensenmenigte op heeft verzameld. Fantastisch hoe dat publiek tot aan de ontknoping in Parijs de Tour massaal blijft volgen. Kopgroepje herstelt de formatie. Motet achteraan. Dan Early in voorlaatste positie. Bondu de achtervolger op 2 minuten en 5. Daartussen rijdt nog Ramirez. Schermutselingen worden even begraven. Opnieuw demarages. Men wil kennelijk met voorsprong de voet van de Puy de Dôme bereiken. De Vos is de laatste. Rechts rijdt Van Kalster. U ziet hoe dicht de hagen publiek zijn. Veel Nederlanders weer vandaag, maar dat hoef ik u nauwelijks nog te vertellen, want dat is elke dag zo. Er zijn duizenden mensen uit ons land die de Tour van dag tot dag volgen met hun caravans, hun tentjes, hun privéauto en zelfs autobussen. Er is ook een valpartij weer geweest in het peloton, zo'n drie kwartier geleden, waarvan de Mexicaan Alcala in de Amerikaanse ploeg. Des coureurs depuis les 22 derniers Tours de France.
Er is ook een valpartij weer geweest in het peloton, zo'n drie kwartier geleden, waarvan de Mexicaan Alcala in de Amerikaanse ploeg van Okowit slachtoffer werd. We hebben geen berichten gekregen over zijn verwondingen en of hij de strijd heeft kunnen vervolgen, weten we ook niet. Er lagen nog wat meer renners op de grond, maar die konden spoedig weer hun weg vervolgen. Erich Mechler leidt de dans van de kopgroep voor Van Kanster, voor Early, voor Ludo Peters, voor De Vos en voor Motte. Motte die op het voorlaatste klimmetje gelost is geweest. Hij is de best geclasseerde van deze zes in het algemeen klassement en staat 19e op 49 minuten en 52 seconden. We hebben boven in beeld, ziet u dat, de gebruikelijke resultaten van de sprints onderweg gekregen. Van geen enkel belang, omdat, dit is de derde sprint, omdat er geen mannen die iets te betekenen hebben in het klassement bij die sprints betrokken waren. En de voorsprong van Gerrit Zonneveld in zijn rode trui is inmiddels zo groot dat ook hij, als hij Parijs haalt, zich geen enkele zorgen hoeft te maken over het winnen van het sprintklassement. De Puy-de-Dôme dus. We zijn in Izoare met de sprints. Dat was op 53 kilometer van de aankomst. Waar de Amerikaan Kievel voor de Wolf en Vigneron won. Hoe gebeurde dat? Zij reden toen in een kopgroep van 19 die uit het peloton was ontsnapt. Die kopgroep is achterhaald. En daarna kregen we dus deze zes vooraan. Waar nu twee van gelost hebben even. Early taxeert het achterland. En Mechler doet het op zijn gemak voordat de klim van de Puy begint. Motte. Van Kalster. Ludo Peters. U kent de situatie. Ino op 2 minuten 18 seconden achterstand op Greg LeMond na de tijdrit van gisteren. Hier zijn de twee naast hun ploegmaat. Er is ook een valpartij weer geweest in het peloton zo'n drie kwartier geleden, waarvan de Mexicaan Alcala in de Amerikaanse ploeg van Okowit slachtoffer werd. We hebben geen berichten gekregen over zijn verwondingen en of hij de strijd heeft kunnen vervolgen, weten we ook niet. Er lagen nog wat meer renners op de grond, maar die konden spoedig weer hun weg vervolgen. Erich Mechler leidt de dans van de kopgroep voor Van Kanster, voor Early, voor Ludo Peters, voor De Vos en voor Motte. Motte die op het voorlaatste klimmetje gelost is geweest. Hij is de best geclasseerde van deze zes in het algemeen klassement en staat 19e op 49 minuten en 52 seconden. We hebben boven in beeld, ziet u dat, de gebruikelijke resultaten van de sprints onderweg gekregen. Van geen enkel belang, omdat, dit is de derde sprint, omdat er geen mannen die iets te betekenen hebben in het klassement bij die sprints betrokken waren. En de voorsprong van Gerrit Zonneveld in zijn rode trui is inmiddels zo groot dat ook hij, als hij Parijs haalt, zich geen enkele zorgen hoeft te maken over het winnen van het sprintklassement. De Puy-de-Dôme dus. We zijn in Izoare met de sprints. Dat was op 53 kilometer van de aankomst. Waar de Amerikaan Kievel voor de Wolf en Vigneron won. Hoe gebeurde dat? Zij reden toen in een kopgroep van 19 die uit het peloton was ontsnapt. Die kopgroep is achterhaald. En daarna kregen we dus deze zes vooraan. Waar nu
2 van gelost hebben even. Early taxeert het achterland. En Mechelen doet het op zijn gemak voordat de klim van de Puy begint. Motte. Van Kalster. Ludo Peters. U kent de situatie. Hino op 2 minuut 18 seconden achterstand op Greg LeMond na de tijdrit van gisteren. Hier zijn de twee naast hun ploegmaat Bernhard te zien. 2 minuut 18. Hino heeft gezegd de koers is gelopen. Rechts Bernhard Don. En ik denk dat LeMond gaat winnen. Behouden zijn valpartij. Steven Rooks is op derde lijn te zien. Onze best geplaatste landgenoot. Ramirez volgt op 3 minuten en 5, zoals u kunt lezen. Rooks, beste Nederlander, 9e in het algemeen klassement op 33 minuten en 32 seconden. Bezig aan zijn beste tour tot nog toe. Misschien had hij zelf wat meer verwacht. Heeft moeilijke momenten doorgemaakt. Maar als je bij de eerste 10 in Parijs kunt aankomen, dan ben je toch iemand in deze schitterend verlopen Tour de France. Vond u op 24? En het peloton, de achterstand daarvan, zal nog wat groter zijn. Voorlopig wordt er nog niet echt in die grote groep gereden. Men wacht totdat de weg naar de Puy omhoog begint te lopen. Daar is het, zegt Bernard. Ja, ja, daar is het. Daar is het. Hino weet dat natuurlijk. Die heeft ervaring. Professional sinds de herfst van 1974. Perfecte stielkennis, perfecte vakkennis. En in zijn laatste ronde van Frankrijk, zeer groot. De 6 koplopers. Die behoorlijk zullen moeten klimmen, willen zij hier op de top van de Puy de Dôme uit de handen blijven van de echte klimmers. Intussen, terwijl wij met de kopgroep richting voet Puy de Dôme gaan, kan ik u vertellen dat de 13e etappe van de Dames Tour tussen Izoare en de Puy de Dôme hier op de top, 53 kilometer lang, is gewonnen door de draagster van de gele trui, de Italiaanse Maria Canins. Ze deed over de 53 kilometer 1 uur 51 minuten en 28 seconden. Op de tweede plaats eindigde de Amerikaanse Inga Thompson op 1,5 minuut achterstand. Derde was hier het peloton op 7.03 in de mannentour. Derde in de damestour vandaag was Gianni Longo, de Française, op 2 minuut 33. Vierde de Française Dani Bonodron. En dan geef ik u nog snel even de posities van onze landgenoten, zoals u die geklopt hebt op de top van de Puy, die u daar helemaal in het bovenste gedeelte van uw beeldscherm ziet. Monique de Bruin kwam met een achterstand van 6 minuten en 32 seconden binnen. Helentje Hagen bereikte de top van de Puy op 7 minuten en 51. Mieke Havik had een achterstand van 7 minuten 53. Corrie Timmermans kwam 10 minuten en 30 seconden na Canins binnen. Connie Meijer op 10 minuten 57. Petra de Bruin op 13 minuten 45. En tenslotte Thea van Rijnsoever finishte op 18 minuten en 3 seconden van Maria Canins.
wel aan. Dupuis nadert de ontknoping van deze 21ste etappe tussen Saint-Étienne en Clermont-Ferrand over 190 kilometer is aanstaande. Even voor de volledigheid, omdat de onderlinge verschillen met enige tussentijd werden doorgegeven. De groep op 3 minuten 5 Martin Ramirez, de Colombiaan. Op 4 minuten 20 Alain Bondu, de Fransman, die verzwakt. En op meer dan 7 minuten het peloton. Dit Jean heb ik dus, terwijl ik in de koers zat, de hele dag gezien. Bij beklimmingen, zoals nu, Frederik Brun en Rudy Danens op de kop. De eerste beklimming werd volledig geleid door Adrie van der Poel. Dat zegt voldoende. Etappe van vandaag moet heel snel de geschiedenisboeken in en anders niet. Nog 5 kilometer voor de koplopers. Hier begint de Puy. Hier zijn er dichte hagen van mensen. U ziet het. Dat is het begin. En daarboven, naar die mast van de televisie, daar moeten we naartoe. Kijken wat er gaat gebeuren bij de 6 koplopers. Ik heb u gezegd dat Charlie Motin, die u herkent aan het rugnummer 50, dat hij eerder al heeft moeten lossen, daar rechts, achteraan in dat groepje. Kijken of u wat meer reserves heeft op de Puy. Natuurlijk zijn de favorieten de best geplaatste in het individueel klassement gisteren vol in de beugel moeten gaan in de tijdrit. En die zullen misschien vandaag in de kool wat pijnlijke benen hebben. Ludo Peters op kop. De Vos in tweede positie, Mechelen in derde. Ik heb u verteld over de bescheiden klasseringen van deze kopgroep. Ze hebben allemaal, met uitzondering van Motin, meer dan 1 uur achterstand op Le Mans. De Vos lijkt mij misschien wel een van de betere klimmers in dit gezelschap. Ja, hoewel Mechelen, zoals je kan herinneren, in de Dauphiné Libéré met de allerbeste omhoog reed en een week na die Dauphiné niet eens met de Amstelbrug overkwam. Mechelen is toch redelijk zwaar voor het klimwerk. Dus die gaat op de macht naar boven. Terwijl de Vos meer een echte klimmer is, een flyer. Van Kalster kon ooit als amateur heel goed omhoog, maar die heeft zijn carrière eigenlijk een beetje verspeeld in Italiaanse en in Spaanse dienst. Hij haalde de lieren en de pesetas zakkenvol uit Italië en uit Spanje. Door voortdurend in de wind te rijden voor kopmannen van andere nationaliteiten. En dan verleer je een beetje, zeg maar, de spirit, de fighting spirit om te winnen. Verkalsel de laatste man. Peloton. Kopgroep. Nog steeds bijeen, hoewel er wat gaatjes vallen zoals u ziet. Van Kalster heeft het moeilijk. En nota bene de Vos. De man die wij hadden toegedicht dat hij redelijk goed omhoog kon gaan, die komt hier meteen in problemen. Laatste man, de Vos. Van Kalster sprint nog 1 keer het gaatje dicht. En de Vos doet dat in zijn eigen tempo. Motin schakelt verkeerd en dan sta je ongeveer onmiddellijk stil. En dan moet er een hand van een behulpzame toeschouwer komen om je weer op gang te helpen. Motin en de Vos in moeilijkheden.
foutje en je bent eraan. We kunnen deze twee mannen misschien wel vergeten waar het gaat om de ritzegen. Merkwaardig dat de Vos, die vorig jaar zo goed klom, nu ineens geen macht heeft. Motte blijft ook achter en wij gaan door naar de vier leiders. Peters, Early, Mechler en Van Kalster. We gaan naar voren met de motor. Hier zijn ze. Van Kalster in laatste positie. Dan Early, de man uit Dublin. Links Mechler en rechts Ludo Peters. En rechts Ludo Peters, ja. Het zou een mooie stunt zijn als Peters zijn tweede ritzegen kan behalen. Dan verlaat Jan Raas als een tevreden man de Tour. Want op meer had hij niet gerekend. En die trui van Gerrit Zonneveld, die rode trui, dat is een surplus. Hij is niet zo lang, die klim, naar de top hier waar wij zitten, maar wel stijl. Motoren mogen ertussen. Dit is op de Buricit, zag u Jean-François Pécheux, tot voor 3 jaar wielrenner, nu opgenomen in de stad van de commissarissen van de Tour onderweg. Ze gebruiken voor die posities veel mannen uit het vak, die in het peloton zelf hebben gereden. En de klappen van de zweep kennen. Van Kalster moet de 3 vooraan even laten gaan. Als je buiten je eigen ritme te lang aanklampt, dan heb je de mogelijkheid dat je ineens niet meer vooruit gaat en je een vreselijke inzinking krijgt. Nog altijd Giscard achter op de motor, vriendelijk wuivend naar wat supporters. U weet dat rechts in Frankrijk sinds de laatste verkiezingen wat terrein heeft gewonnen. En vandaar dat de man zich misschien nu voor het eerst weer wat meer in het openbaar begeeft. En zijn kasteel zo nu en dan verlaat en eind de massa toe te juichen. Nog 3 kilometer. En Van Kalster klampt aan met de moederwanhoop. Van Kalster en Early moeten lossen en behouden inderdaad Mechler en Ludo Peters vooraan als kanshebbers voor de ritzegen oog. Als het op is, is het op. Je kunt alle wilskracht aanspreken. Je kunt gaan staan in die fiets. Je kunt gaan zitten. Als het op is, is het op. De onverbiddelijkheid van zo'n klim waarin je in korte tijd zoveel hoogteverschil moet overwinnen, is enorm. De zuurstof is ijl. De lucht is ijl, moet ik zeggen. De zuurstof is arm. En voorlopig onderhouden de Zwitser, die trouwens 10 windhonden in zijn bezit heeft. Dat is een grote hobby. En de Belg, die schildert, merkwaardig welke hobby's die twee koplopers hebben, onderhouden die twee een hoog tempo. Ludo Peters, rechts in beeld, heeft olieverf schilderijen gemaakt die hij nog niet tentoon durft te stellen. Hij zegt, ja, ik vind ze mooi, maar er zijn nog wat technische mankementen aan. Maar ooit zal ik een tentoonstelling houden na mijn carrière. En Mechler, die gokt op windhonden met zijn 10 honden buiten het seizoen. Zo heeft men een verscheidenheid in karakters in de Tour. We hebben gestudeerden. Maarten Ducro, die vandaag ook bij een ontsnapping betrokken was. En we kijken naar een peloton. De fotografen wachten natuurlijk erop dat een belangrijk iemand op de pedalen gaat staan. Een pogingje wordt gewaagd door Erik
Loyer, de vroegere drager van de witte trui. Hij was in de eerste week de beste jongere in de Tour, maar is daarna op achterstand gereden. Loyer, op zeg maar 7 minuten. Waarom blijft de camera nu hier? Omdat men misschien verwacht dat er toch nog wat actie komt van de grote. Van Le Mans, van Ino, van de nummer 3 in het klassement, Zimmerman. Van Hemsteen, de nummer 4, Criquelion, de nummer 5, Poncek, de nummer 6. We zijn terug bij de twee leiders. Links, de Zwitser, rechts, de Belg. Peloton op 5,25. Dus we mogen nu aannemen dat de twee strijden om de overwinning in deze 21ste etappe. En het is aardig om te zien altijd als toeschouwers meelopen hoe het tempo van de renners erbij staat. Kijk eens hoe steil die weg omhoog loopt. Mechelen schakelt. We zijn terug bij Boyer. Foto's maken. Hier worden kilo's filmpjes op een dag verschoten. Goeie zaak voor de fotohandel. Dat kan ik u verzekeren. Peters. En Mechler, die wij in deze ronde eigenlijk voor het eerst zo op het voorfront zien. Zij aan zij. Peter staat op 1 uur 54 in het algemeen klassement. En Mechler op 1 uur 38. Het zijn geen klassementrijders meer, moet ik zeggen. Peters was dat vroeger wel. En Mechler, dat hoorde nu van Mart, heeft een uitstekend voorseizoen zeg maar achter de rug. En heeft geëxceleerd in diverse etappenwedstrijden. Maar die duren dan een dag op 10, 12. Met wat langere ritten heeft hij kennelijk wat meer problemen. De groep waaruit gedemarreerd wordt. Dit is een van de Colombianen, als ik dat goed zie, wel, Montoya. Reynel Montoya, die in achtervolging gaat op Eric Loyer. En passeert Loyer. Goedendag. Loyer valt helemaal stop en wordt achterhaald door het peloton. Montoya gaat door. Een van de laatste kansen natuurlijk, terwijl Mechler Peters in de steek laat vooraan. Een van de laatste kansen voor de Colombianen om uit te blinken vandaag. Ludo Peters, gelost door Erich Mechler. We gaan naar de koploper. Kijk eens wat de mensen. Dat moet straks allemaal naar beneden. Ik voorzie de chaos alweer. Als die tourcaravaan toeterend, klaksonerend en met zwaailichten zich tussen deze menigte naar beneden naar Clermont-Ferrand moet begeven, dan krijg je weer gigantische taferelen en een enorme chaos. Want ik schat, als je dat zo kunt schatten, dat op deze laatste call van betekenis in de tour zeker 100.000 mensen staan. De erelijst van Mechler, ritwinnaar in een etappe in Romandie, tweede in de Tirreno Adriatico, maar dat is al 2 jaar geleden, zesde ooit in het wereldkampioenschap in zijn land. Kijk eens, ik denk dat ik met mijn schatting van 100.000 nog aan de lage kant zit. En elke dag weer dat enthousiasme. En hier naderen we de plek waar in 1975 aan precies die kant waar Mechler rijdt, plotseling een idioot uit het
publiek naar voren schoot en Eddy Merckx keihard met een gestrekte karateslag op de lepel sloeg. Dat was een dramatisch moment toen in de Ronde van Frankrijk. Zulke onsportieve daden heb ik zelden gezien in de laatste 20 jaar. Vroeger had je dat wel eens. Dan werd Bartali op de aspuin van zijn fiets geslagen en gingen twee complete Italiaanse ploegen naar huis. Maar in de moderne Tour moet ik zeggen dat dit soort incidenten toch zeldzaam zijn. We zien boven ons al de helikopter. Dat is altijd een soort voorbode van het naderen van de koploper. Boven ons cirkelen. En Mechler nadert daar die rode driehoek, ziet u hem hangen, net even zichtbaar achter de rots. Erich Mechler, de blonde Zwitser, 26 jaar oud, bezig aan zijn vierde Tour, nadert de streep van de 1000 meter. Epstein, Madio, we zijn nu terug bij het peloton. Vierde in het klassement, beste jongeren. Joop Zoetemelk. Twee keer heeft hij gewonnen op de twee. 39 jaar en een half. Op 3 december wordt hij 40. Kijk eens, met Steven Rooks in zijn wiel. Dus op eerste rij, links Mario, daarnaast Rooks. Achter Hemsteen, die omkijkt, Joop Zoetemelk. Mooi. Nog één keer toch, voordat hij in Parijs aankomt, toont hij zich. We hebben aanmoedigingsspandoeken gezien, nijvere staaltjes van huisvlijt, geproduceerd door Nederlanders hier in Frankrijk. Hup Joop, laat je niet kisten. Hij zal ongetwijfeld een paar van die teksten kunnen lezen. Nog altijd enorm populair, onze wereldkampioen, die daar met de zoveel jongere Hemsteen naar boven klimt. Terug bij Mechler. Op 500 meter voor de streep. En dan drukken wij onze chronometers in. Voor de achterblijvers. We hebben niets meer gezien van Ludo Peters. Dus we nemen aan dat hij op grotere achterstand is gereden door de Zwitser. Naast mij maakt Mart zich op om de doorkomst netjes voor ons te notuleren. Enorm enthousiasme van het publiek. Wie het ook is, mensen hebben er begrip voor dat degene die hier op kop passeert zich voor de zoveelste keer een geweldige inspanning in deze meer dan 3 weken durende slijtageslag tussen Parijs en Parijs heeft getroost. Dat is het mooie, hè? Heel anders dan bij voetbalpubliek. Hier is waardering voor andere nationaliteiten die het maken op een dag. Want dat publiek daar op 250 meter voor de streep bestaat uit Fransen, uit Nederlanders, uit Belgen. Er zijn Amerikanen bij de vleet overgevlogen in het zicht van de zegen van Le Mans. Nog 200 meter voor Mechelen. En kijk, algemeen applaus. Iedereen toont zijn respect voor het de man voor Mechler die hier in het zicht komt na 5 uur 32 minuten en 6 seconden van de vaste camera's bij de finish. Hij zal de rit gaan winnen. En hij zal daar erg blij mee zijn. Hij heeft tot nog toe in zijn loopbaan als professional, die begon in 1982, in totaal niet veel gewonnen, slechts 8 wedstrijden. Maar deze 9e overwinning voor Erich Mechler is er een die hij niet snel zal vergeten. Tijd 5 uur 32 minuten en 40 seconden als wij Mechler over de streep hebben en kijken naar Ludo Peters die vecht voor zijn tweede plek. Gemiddelde snelheid vandaag 34 kilometer en 268 meter. Dat betekent dat op het laatste toch nog snel is gegaan.
U leest de achterstand van Ludo Peters, die ernstig teleurgesteld is. 34 seconden voor Ludo Peters. En dan wordt het wachten op de gelosten uit het voormalig kopgroepje. Wie wordt nummer 3? Seconden tikken weg. Daar komt Van Kanster. Derde op 56 seconden. Eén Zwitser en twee Belgen binnen. Hier komt de man uit Dublin, Maarten Ali. Achterstand 1.21, hij wordt vierde. En één voor één druppelen ze binnen. Die man met die pannenkoek daar, die wij kennen van onze spoorwegen, leidt de volgauto's af. Het is hier heel druk op de top boven, want er is niet zoveel ruimte voor al die auto's. Er zijn meer dan 1000 automobielen in de Tour en die mogen niet allemaal boven. We krijgen Hendrik de Vos uit België, die op 1 minuut en 54 de vijfde plaats bezet. Charlie Motin wordt zesde op 2 minuten en 8. Kopman van de ploeg van Cyril Guimard, die zoals u weet zijn echte leider Vignon verloor door een koortsaanval. Hier komen we bij Montoya, die gepasseerd wordt door Yvon Madiot, de Franse kampioen, in zijn blauw-wit-rode trui. We hebben Montoya zien demareren, maar de temposlag van Madiot is kennelijk te veel voor de Colombiaan. Yvon Madiot, die een hele opmerkelijke ronde van Frankrijk rijdt. Hij is een man met veelsoortige kwaliteiten. U leest de tiende in het algemeen klassement. Heeft gisteren diverse plaatsen gewonnen na een uitstekende tijdrit. Deze Yvon Madiot hebben we een paar jaar geleden in Os ook gezien bij het wereldkampioenschap der veldrijders. Hij lost Montoya en gaat alleen door. Drie minuten en 30 zijn bijna verstreken. Tijd loopt weer mee. We krijgen Ramirez voor één der volgende ereplaatsen. Martin Ramirez, ooit een uitblinker in de Dauphiné Libéré. Ook gesneuveld in die razend verreden eerste Tourweek. Klimmers zijn allemaal op de knieën bij de berg aangekomen. We gaan kijken naar de binnenkomst van Ramirez. Op 4 minuten en 8 seconden wordt hij zevende. Hier Madiot op 300 meter van de top. Ik ben benieuwd of Joop Zoetemelk zich in de voorste rangen heeft kunnen handhaven van dat peloton. Het zou wel leuk voor hem zijn. Hier komt Hemsteen naar het achterwiel van Madiot toe. Amerikaanse klimmer na Greg LeMond toch de revelatie van deze Tour passeert op zijn gemak Yvon Madiot. En we verwachten Hemsteen, de tweede Amerikaan in de top van het klassement in deze Tour, spoedig hier bij de finish. Daar komt Andrew Hemsteen. Op 5 minuten en 17 seconden wordt hij achtste. Yvon Madiot wordt negende op 5.21. En hier is Joop
in het gezelschap van de gele trui en van Jean-François Bernard. Dat is de man die nu van Zoetemelk even dreigt weg te rijden. De gele trui passeert de wereldkampioen. Toch schitterend gedaan. Hier komt Montoya. Die is 11e. Bagot is 12e. Criquillion wordt 13e. Johan van der Velde, heel goed gedaan, wordt 14e. Dan komt Eddie Schepers binnen als 15e. Steven Rooks op 56 als 16e. Bernard 17e. Le Mans 18e. En Joop Zoetemelk op 6 minuten en 3 seconden wordt 19e. Prima gedaan. Herrera finisht achter Joop Zoetemelk. En die is 15 jaar jonger. Binnenkomt van Cardenas. Hier krijgen we Bernardot met Clavirola op 6.26. Legarreta is binnen in zijn wiel. Pino, dan Pontek op achterstand. Phil Anderson op 6 minuten 38. Caritou is binnen. Zimmerman op 6.40. En Ino nog altijd niet binnen. Hier komt pas Bernard Ino met een achterstand van 6 minuten en 51 seconden. Een slechte dag voor de Franse tweede man in de Tour. Heeft dus verder terrein verloren op Greg LeMond. Volgens het horloge, dat ligt waarschijnlijk niet, 51 seconden. Binnenkomst van Veld Scholten en Steven Hagen op 7.21. Hier is Charlie Derive. Ik noem ze niet allemaal meer op. Alleen nog de mensen die, denk ik, belangrijk voor u zijn. Denk dat het zinvol is om even een opsomming te geven van de manier waarop men hier binnen is gekomen. Kunnen we nog even wachten, want ik zie daar een groep maat. Even kijken of er Nederlanders bij zijn. Leali zie ik, Van der Branden. Emons van de Ploeg van Raaf, geen Nederlanders. Inmiddels verstreken 8 minuten. Daar komt Jan van Wijk. Jantje van Wijk komt binnen. Achterstand 8 minuten en 8 seconden. Achterstand hier van Rutiman en Bauer trouwens. Valet arriveert, Rutiman inderdaad, Bauer, Arnaud, Stefan Roach nou, Kneteman. Gerry Kneteman op 8 minuten 24 over de streep. Dominique Garde met achterstand 8,5 minuut. Hier ziet u op het podium de etappenwinnaar, Erik Mechler. We blijven even, Mart. Die weg afkijken, voor zover ons dat is toegestaan. Om een verslag te doen van het slagveld dat toch in de laatste 5 kilometer van de klim is aangericht. Met open gesperde mond komen hier de renners boven. Contini, ja. Met Dernis. Met Bob Dempy. Moest kijken wat die lachen. Op 9 minuten 9. Hagedoorn op 9.15. Daar komt Ducro. Maarten Ducro arriveert op 9 minuten en 20 seconden. In het gezelschap van Ron Kiefel, de Amerikaan. Hier komt Van Poels binnen. 9.33 achterstand op Mechler. Wat de Nederlanders betreft is het wachten nu nog op de rode trui, Gerrit Zonneveld. Binnenkomst van Pedersen, voormalig gele truidrager, op 10 minuten 8. Binnenkomst van Schida, voormalig gele truidrager, op 10.11. Binnenkomst van Frank Hosten, op 10.16.
zullen even wachten tot de Sol binnen is voor de volledigheid. Ik geef u de uitslag. Mechelen wint de etappe. Voor Ludo Peters op 34 seconden. Van Kalster op 56. Early 1.21. Vijfde is de Vos op 1.54. Motte op 2.08. Ramirez op 4 minuut 8. Arie van der Poel komt nu binnen. Op 10.38. Achter Ramirez in volgorde Hemsteen, Madio, Montoya, Bago, Griekeljong, Van der Velde, Schepers, Rooks, Bernard. Greg LeMond in de gele trui komt op 6 minuten. Joop Zoetemelk op 6.03. Vervolgens Herrera, Carrera, Bernardo, Claverola. En dan gaan we een tijd verder. Hino komt op 6.51 en maakt nog eens een keer duidelijk datgene wat heel Frankrijk niet wenste te horen. Dat hij er vandaag niks aan zou doen. Want, heeft hij gezegd, de winnaar van de Ronde van Frankrijk is diegene die de gele trui na het einde van de etappe in Saint-Étienne, naar de tijdrit van die etappe draagt. En hij heeft een woord gehouden vandaag. In de inzet wordt Ludo Peters geïnterviewd, de tweede in het etappeklassement, door een van onze Waalse collega's. En u ziet hoe nog steeds renners zwoegen naar boven en we krijgen hier een nieuwe trui als bergkoning voor Bernard Hinault, die nu een achterstand heeft, ik heb het even uitgerekend, van 3 minuten en 19 seconden. Op Greg LeMond als onze officieuze tijdwaarneming. Daar komt de Sol. De Sol uit de ploeg van Jan Raas. Hij komt puffend binnen. Hij weet dat hij zijn trui tot in Parijs kan dragen en daarna geld kan maken in de criteria. Zijn achterstand is 12.09. Ik weet niet trouwens, Jan, omdat ik er nog niet was in het begin, of jij ook gesproken hebt over de uitbreiding van de ploeg van Jan Raas. Raas heeft vanochtend bekendgemaakt dat Van Poppel, Verhoeven en Jacobs bij zijn ploeg volgend jaar zullen gaan rijden. En hier komt Erik van der Aarde. Ja, die doet ook nog altijd mee, hè? 12.26 in het groen. En het is opvallend hoe blij de mensen van Post zijn. Elke dag, als in een bergetappe, de groene trui van der Aarde op de top zichtbaar werd. Maar diezelfde mensen van Post staan nu wel te wachten op Peter winnen. Alain Bondu komt nu pas binnen, overigens. Het was de man die aan het voet van de Puy nog 2 minuten achterstand had op het topgroepje. Andrew Hemsteen op het podium als beste jongere in een smetteloze nieuwe witte trui. Woont in Zwitserland, deze Amerikaan. En hier is de Amerikaan die in België woont in zijn gele trui. Gisteren was hij heel kwaad, maar nu heeft hij een beter humeur, want de kloof tussen Ino en hem is groter geworden, terwijl wij kijken naar Mechelen. Hier die televisieantenne boven op de top van de Puy de Dôme. Dirk de Wolf is dat, die daar het podium verlaat. Hier wordt hij afgelost door Maarten Early. En wij zien weer die antenne, die van tientallen kilometers ver het herkenningspunt is in deze streek van de Doop. Zo heten de bergen hier. Ik hoor inmiddels dat we niet meer op Peter Binnen hoeven te rekenen hier, want die heeft ook opgegeven, zodat we de uitzending van vandaag op ons gemak kunnen afsluiten, Jan, met het binnenkomen van Jeff Leekens. De ploeg Post verliest dus 2, wat eens klimmers waren in deze Ronde van Frankrijk. Binnen en Miller. Afsluiting voor jou. Dat is een dramatische ontwikkeling. Het ziet er steeds meer naar uit. Hier is Van der Aarde, die de groene trui voor de ploeg van Post heeft bewaard. Het ziet er dus steeds meer naar uit dat wij 2 dagen voor Parijs te maken krijgen met de eerste Amerikaanse toerwinnaar sinds 1903. Greg LeMond, ik herhaal het, heeft, terwijl u de etappeuitslag ziet, maar die hebben we u al gegeven, heeft zijn voorsprong op de nummer 2 in het klassement. De man die hem de laatste weken zo nerveus heeft gemaakt, daarna Ino, met een goede 50 seconden vergroot. Met deze uitslag van de etappe, met Hemsteen in beeld, en met de wetenschap dat behoudend een valpartij of andere vreemde zaken die onderweg mogelijk nog kunnen gebeuren,
de Amerikaan Greg LeMond zondag het geel over de keitjes van de Champs-Élysées zal dragen, neem ik afscheid van u namens Mike hier vanaf de Puy de Dôme terug naar de studio naar Marga. De etappe Mechler wint voor Peters van Kalster, dan de Ier Early, Hendrik de Vos en Charlie Mottet, de kopgroep van de eerste oorspronkelijke beelden die we hadden. Dan Ramirez, Hemsten, Mario en Montoya. Maar nogmaals, van belang is het allemaal niet echt. Het algemeen klassement in volgorde niet veranderd, alleen de tijdverschillen zijn hier en daar wat aangepast. Ino nu op 3 minuten en 10 seconden van het geel. Maar verder is er weinig veranderd. Rooks blijft de beste Nederlander op een toch keurige 9e plaats. En al met al ziet het er dus naar uit